Good morning, everyone. Goedemorgen allemaal. Thank you. Yes, it's good to see you this morning. Het is goed om jou te zien vanochtend. Good morning to everyone who is back from South Africa. Goedemorgen aan iedereen die terug is vanuit Zuid-Afrika. We missed you guys. We hebben jullie gemist. But we saw that you were having an amazing time there. Maar we hebben gezien dat jullie het naar je zin hadden. Welcome to everyone visiting us today. Welkom aan iedereen die vandaag. Everyone visiting us today. Welkom aan iedereen die vandaag bezoekt. Cislen, good morning. Cislen, goedemorgen. Tahira en Eliana, good morning. Tahira en Eliana, goedemorgen. Amazing to see you guys. Goed om jullie te zien. And a great welcome to those joining us online. En natuurlijk welkom aan iedereen die online meekijkt. We hope that this morning you are excited. We hopen dat je enthousiast bent vanochtend. We hope that you came expecting. We hopen dat je verwachting hebt voor vandaag. That you are expecting to meet God in this place today. Dat je God verwacht te ontmoeten in deze plaats vandaag. I would like to ask everyone to please stand up. Ik wil iedereen vragen om op te staan. As we are going to start in prayer. Zodat we in gebed kunnen beginnen. And after that, the praise and worship team can start. En daarna kan de lofprijs- en aanbiddingsteam beginnen. Father, we thank you for this morning. We thank you for your goodness. We thank you for being an amazing father. We thank you for life that we have, that we can stand here today. We thank you that it is by your strength that we are here. It is by your will that we are here. So we come together as a house today and we praise you, Father. We thank you for life. We thank you for the great God that you are, that it is no accident that we are here today. It is no accident that we have our voices, that we are healthy, that we can praise you, Father, and we don't take it for granted, Lord. As we gather today in your name, Father, we praise you and we thank you. We pray for each and every person who is still on their way. We pray for each and every person already here, and that we can sing to you this morning, that we can express, Father, our love to you this morning. Let us forget, O Lord, everything that might hinder us this morning, everything that might stand in the way, Father, from giving everything to you this morning. We place it aside, O Father, and we decide, Father, to raise our hands up. We decide to sing to you this morning because you are worthy, Father. There's no one more worthy than you, O Lord. Father, you reign this morning, and that is what we want to remember and proclaim this day. We thank you, Father, for your amazing word that you have prepared for us today, that our hearts are ready to receive this word, that our minds are ready to be focused on you, O Lord. And we thank you because you are worthy, Father. In Jesus' name we pray. And everyone say, amen and amen. Amen. Yes, praise and worship. Lofprijs en aanbiddingsteam. Well, guys, it's good to be back. It's good to see you all. Voordat we beginnen, before we start, I have a little challenge for you today. Yes. We often say God is good. We serve a good God. But I just want you to go to one of your neighbors, someone in the building, and I want you to share a good thing that God has done for you this week. So team, you are also part of this exercise. Just find someone close to you and just share something good that the Lord has done for you this week. Awesome. Progress. That is good.
I just want to encourage you, even if you're at home, text someone, send someone a message, tell them something good that God has done for you. We serve a good God, amen? And he is worthy of our praise, he is worthy of our worship, and if we look a little bit closer, God does good things for us every single day. Put our hands together. Yeah.
and rejoice in his goodness. Hallelujah. I really love you.
To you I give a gift.
Examine our hearts.
to surrender. Show us where we still need to surrender, oh God. We want to give it all to you. Surrender. We know that with you our hearts are safe. With you our future is secure, oh God. That's why. One last time, sing it, I give it all. I give it all. We give it all. I give it all. We give it all. I give it all. I give it all. I give it all to you. Because in you I am secure. Because with you I am safe. Love of God, overflow.
you can take your places indeed. Thank you, Jesus. That song, we were singing it, I give it all. We zongen, ik geef alles. But sometimes we are afraid to give it all. Maar soms zijn we bang om alles te geven. And by, I don't mean by giving material things only. En ik heb het niet over het geven van materiële spullen. But to express to God that which is deep in our hearts. Maar het uiten naar God toe, hetgene wat diep in ons hart zit. Twijfels in ons hart. Soms hebben we twijfels in ons to God. En we durven niet om dat te uiten naar God toe. But let me tell you this morning. Maar ik wil je vertellen deze ochtend. God can handle it. God kan het aan. And his love. En zijn liefde. Is able to wash away everything that might be hidden in your heart. Zijn liefde kan alles wegnemen wat diep in jouw hart zit. And we just need to dare to express that to him. We moeten alleen maar durven. En dat wil ik je. Dat is de uitdaging. Express to him that which is in your heart. Ja, uit naar hem toe hetgene wat in jouw hart zit. And see how he will work for you. En dan zal je zien hoe hij voor jou zal werken. Yes. Welcome to everyone who joined us a little later. Welkom aan iedereen die ons wat later binnen is gekomen. Here in the building, but also. Hier in het gebouw, maar ook online. Online. Yes, we are glad that you are with us. We zijn blij dat je met ons bent vandaag. It's truly so. Het is echt zo. It's good to see the place a little bit more full. Het is goed om het gebouw iets voller te zien hier. And as you know, for the last 2 weeks. Zoals je weet, voor de afgelopen 2 weken. We have been journeying on a series called The Mind of Faith. Hebben we het gehad over een serie genaamd de gedachten van geloof. Yes, and who have been enjoying that? Wie heeft daarvan genoten? For me personally. Voor mij persoonlijk. It has been very. Some things has been made clear for me. Sommige dingen zijn voor mij duidelijk geworden. Because we speak a lot about certain terms in church. Want we hebben het vaak over bepaalde termen in de kerk. But it's good to hear what they truly mean. Maar het is goed om te horen wat ze echt betekenen. And I would like to recap last week for you. Ik wil vorige week de boodschap van vorige week wil ik voor jou samenvatten. And I hope I'll do that in 5 minutes. En ik hoop dat ik dat in 5 minuten kan doen. Yes, so the goal of this series. Het doel van deze serie is to develop a mind that has unwavering faith in God's word. Is om een gedachte of een denken te ontwikkelen die niet wankelt. Yes, and our scripture that we started with. En het schriftgedeelte waarmee we begonnen zijn. Is Romans 4. Romeinen 4. Verse 18 till 21. Vers 18 tot 21. And that tells the story of Abraham. Dat vertelt het verhaal van Abraham. Who did not waver. Die niet wankelde. Even though he knew his body was dead. Ook al wist hij dat zijn lichaam dood was. And he believed in the promise that God gave him. En hij geloofde in de belofte die God aan hem heeft gegeven. And last week we dealt with the subject of wavering. Vorige week hebben we gedeeld over het thema wankelen. And Swently explained to us that. To waver has different meanings. En Swently deelde dat om te wankelen verschillende betekenissen heeft. It means to be uncertain. Het betekent om onzeker te zijn.
To hesitate. Twijfelen. To be unsure. Onzeker te zijn. To become weaker. Om zwakker te worden. And to become unstable. En onstabiel. And he also explained that doubt and unbelief make us waver. En hij vertelde dat twijfels en ongeloof maakt dat wij gaan wankelen. He used the example of in Matthew 14. Hij gebruikte het voorbeeld van Matthäus 14. Where Jesus came walking on water to his disciples in the boat. Waar Jezus op water liep naar zijn discipelen in de boot. And that Peter, that they were all afraid. Dat ze allemaal bang waren. They thought they saw a ghost. Ze dachten dat ze een spook zagen. But Peter said to him. Maar Petrus zei tot hem. Lord, if it is you, tell me to come. Heer, als jij het bent, ik wil dan naar jou toe komen. And Jesus said, and on that word, he took a step on the water. En op dat woord nam hij een stap op het water. And he walked on water briefly. Hij liep heel eventjes op water. But when he shifted his focus to his circumstances. Maar toen hij zijn focus verschuifde naar zijn omstandigheden. He began to sink. Begon hij te zinken. So, what we can understand from that story. Wat wij kunnen begrijpen uit het verhaal. That is that when he shifted his focus. Is dat wanneer hij zijn focus verplaatste. From the word of God. Van het woord van God. He began to sink. Begon hij te zinken. And that in the book of James. In het boek van Jacobus. James calls this being double-minded. Noemt Jacobus dit dubbelhartig zijn. And we can find that in James 1. Dat kunnen we vinden in Jacobus 1. And Swenley gave different translations of that verse. En Swenley gaf verschillende vertalingen van die vers. And some of the translations called it being having two minds. Sommige vertalingen noemen dat twee gedachten hebben. Thinking two different things. Twee verschillende dingen nadenken. And being a soul split man. Of een mens met een gesplitste ziel zijn. Yes. And he explained that faith is an assurance. En hij legde uit dat geloof zekerheid is. So it doesn't work when there's doubt. Dus het werkt niet wanneer er twijfels zijn. And he used the story in Mark 9. Hij gebruikt het verhaal in Mark 9. Where there was this little boy who was demon possessed. Waar een jongetje was die die bezeten was. And where Jesus' disciples couldn't cast the demon out. De discipelen konden de demon niet uitdrijven. And the father of this boy came to Jesus. En de vader van het jongetje kwam naar Jezus toe. And he said to him, if you can. En hij zei tot hem, als je kan. And Swenley said that this is an expression of doubt, if. En Swenley zei, dit is een expressie van twijfel, uit twijfel, als. And Jesus replied, everything is possible for one that is single-minded, who believes. En Jezus zei dan, alles is mogelijk voor degene die één gedachte heeft of éénhartig is. Yes. Die gelooft. And he also told us that unbelief must not be taken lightly. Ongeloof moet niet licht opgevat worden. Because in Hebrews 3. Want in Hebreeën 3. It says that he calls an unbelieving heart an evil heart. Het staat er dat hij een ongelovig hart een kwade hart noemt. And then he
proceeded to show us how we can have an anchored mind on the Word of God. En toen is hij doorgegaan door te laten zien hoe wij een geankerde gedachte kunnen hebben. And he explained to us that we can that God's promises are an anchor for our soul. En hij zei ook dat de beloftes van God een anker zijn voor onze ziel. Dat maakt dat wij niet verschuiven. Makes that we don't shift. Oh. Yes. Mm. And he also explained to us that we can reason according to God's word and his power. We kunnen ook redeneren vanuit Gods woord en zijn kracht. Because there's a worldly reasoning. Er is een wereldse redenering. But there's also reasoning according to God's word and God's power. Maar je kan ook redeneren volgens Gods woord en zijn kracht. And that we can find in Hebrews 11. Dat kunnen we vinden in Hebreeën 11. Vers 17. And he concluded with saying that that God keeps us in peace when our mind is steadfast on him. En hij concludeerde met het vers dat zegt dat God ons keeps us in perfect peace when our mind is steadfast. Dat God ons in perfecte vrede houdt wanneer onze gedachten gefocust zijn op hem. Dat. So, today we are going to do part 3. Dus vandaag gaan we naar deel 3. So I want to call Svently to please come forward. Ik wil Svently vragen om alsjeblieft naar voren te komen. Good morning, family. Goedemorgen, familie. So good to see all of you here. Goed om jullie allemaal te zien hier. With a big smile on your face. Met een groot glimlach op jullie gezichten. Especially those who came from South Africa. Vooral degenen die uit Zuid-Afrika zijn gekomen. They have an extra wide smile. Ze hebben een extra witte glimlach. So, we have been dealing with a series called The Mind of Faith, indeed. We zijn inderdaad bezig geweest met de serie De Gedachten van Geloof. And for those of you who didn't listen to the first two parts yet. Degene die de twee eerste delen nog niet hebben beluisterd. I highly recommend that you do so. Ik beveel het echt aan. Because keep in mind that this is not Swendley's teaching. Hou in gedachten dat het niet Swendley's onderwijzing is. This is God speaking to this house. Het is God die tot dit huis spreekt. And preparing us for things that are to come. En die ons voorbereidt voor dingen die gaan komen. See, every word of God is sent with a purpose. Elk woord van God is gezonden met een doel. So this teaching isn't just, you know, to entertain us on a Sunday. Dus deze onderwijzing is niet om ons bezig te houden op zondag. God is preparing us for things to come. God bereidt ons voor dingen die gaan komen. And he's training us to be able to do the work that he called this house to do. En hij bereidt ons voor het werk dat hij ons voor geroepen heeft. You see, when you're a little kid. Als je een klein kind bent. Then there is room for you to play. Dan is er ruimte voor jou om te spelen. So no parent is surprised if their kid is playing around. Dus een ouder is niet verbaasd als een kind speelt. But as you grow up. Maar als je opgroeit. There are certain things that you can't play around with anymore. Zijn er bepaalde dingen waarmee je niet geen spelletje kunt spelen. It's the same in the spirit. Het is hetzelfde met het geestelijke. When we were spiritual babies, als wij geestelijke baby's zijn, then we could play around with the word. Dan kunnen wij een beetje spelen met het woord. But we've been praying for God to mature us. Wij zijn aan het bidden geweest dat God ons volwassen laat worden. And God is saying, okay. Dus God zegt, okay. You want to grow up? Je wil volwassen worden? There are certain things where playtime is over. Er zijn bepaalde dingen waar speeltijd gewoon over is. And the subject of today is one of those things. En het onderwerp van vandaag is een van die dingen. So the subject of today is faith in the name. Het onderwerp van vandaag is geloof in de naam.
And I got the inspiration for this teaching, actually, from a dream that I had, I think, 2 or 3 weeks ago. Ik heb de inspiratie ontvangen voor deze teaching uit een droom die ik 2, 3 weken geleden heb gehad. And this dream, God was showing me that we've not really been aware of the power of His name. God liet mij in deze droom zien dat we niet echt bewust zijn geweest met de kracht in zijn naam. See, we use the name often. We gebruiken vaak de naam. But usually it's just something that we say at the end of our prayers. We gebruiken de naam, maar het is meestal iets wat we aan het einde van een gebed gebruiken. To let other people know that we're finished. Zodat anderen kunnen weten dat we klaar zijn. Now we're serious. These are things that God is showing me. Het is serieus. Dit liet God mij zien. But in order for us to use this name in its full power. Maar om deze naam in zijn volle kracht te kunnen gebruiken. We need a deeper understanding of what it means. Hebben we een diepere begrip nodig van wat het betekent. So that's what we're going to delve into today. Daar gaan we vandaag in duiken. So let's go to our foundational scripture, Romans 4. Laten we naar ons basisschriftgedeelte gaan, Romeinen 4. And let's read verse 18 to 21. Laten we vers 18 tot 21 lezen. It says, against all hope, Abraham in hope believed, and so became the father of many nations, just as it had been said to him, so shall your offspring be. Without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead, since he was about 100 years old, and that Sarah's womb was also dead. Yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God, being fully persuaded that God had power to do what he had promised. En hij heeft tegen alles ingehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden, overeenkomstig wat gezegd was. Zo zal uw nageslacht zijn. En niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Hij was ongeveer 100 jaar oud. En dat ook de moederschoot van Sarah verstorven was. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. So, as some of you know, in week 1, in part 1, we looked at the subject of hope. Dus sommige van jullie weten dat we in week 1 naar het onderwerp hoop hebben gekeken. And how it relates to faith. En hoe dat in relatie staat tot geloof. Because the Bible says in Hebrews 11:1. Want de Bijbel zegt in Hebreeën 11:1. That faith is the substance of things hoped for. Dat geloof het bewijs is van hetgene waarop we hopen. So if you have no hope. Dus als u geen hoop hebt. Your faith has nothing to work with. Dan heeft uw geloof niks om mee te werken. And we saw that biblical hope means expectation. En we hebben gezien dat Bijbelse hoop betekent een verwachting. And then last week we dealt with the part where it says that Abraham did not waver through unbelief. En we hebben vorige week gekeken naar het gedeelte dat zegt dat Abraham niet wankelde in ongeloof. This week we will focus on the last part of these verses. Deze week gaan we focussen op het laatste gedeelte van deze versen. It says that Abraham was fully persuaded that God had power to do what he had promised. Dat Abraham ten volle van overtuigd was dat God deze zijn belofte kan komen. Now what God promised Abraham was something that was impossible in the natural. Hetgene wat God aan Abraham beloofd had, was in het natuurlijke onmogelijk. Because not only was Abraham too old to have children. Niet alleen was Abraham te oud om kinderen te krijgen. But Sarah was barren. She couldn't have children at all. Maar Sarah was onvruchtbaar. Ze kon geen kinderen krijgen. So actually Abraham had not one but two problems. Dus Abraham had niet één, maar twee problemen. Which made it impossible for him to have any expectations for children. Wat voor hem onmogelijk maakte om een verwachting voor kinderen te hebben.
Yet here God shows up. Maar God komt tevoorschijn. And God tells Abraham. En God zegt tegen Abraham. You're not only going to have one kid. Je zult niet alleen één kind krijgen. I will make you the father of many nations, of multitudes. Maar ik maak u de vader van menigten. So Abraham was fully persuaded about God's power to do what's impossible in the natural. Dus Abraham was ten volle overtuigd van Gods woord om het onmogelijke te doen. And he even believed later on that God had the power to raise Isaac from the dead if necessary. Hij geloofde later zelfs dat God de kracht had om Isaac uit de dood te wekken. Now, not only does God have this supernatural miracle working power. God heeft niet alleen deze bovennatuurlijke wonderwerkende kracht. But he also shared this power with us. Maar hij heeft deze kracht met ons gedeeld. And this power is found in his name. En deze kracht wordt gevonden in zijn naam. So again, God is making us aware that he wants to make us aware that the name of Jesus is way more powerful than we've been aware of. Dus God wil ons bewust maken dat de naam van Jezus veel krachtiger is dan we denken. So what does this mean? What does the word name mean? Wat betekent het woord naam? The word name can be translated as authority. Het kan vertaald worden als autoriteit. Or as power. Als kracht. So whenever you see the word name, you can translate it as authority or as power. Waar je het woord naam ziet, kan je het vertalen als autoriteit of kracht. Now, how powerful is this name? Hoe krachtig is deze naam dan? That God has given us. Dat God ons heeft gegeven. Let's go to Philippians 2. And let's read verses 9 and 10. Laten we naar Filippenzen 2 gaan. Vers 9 en 10. It says, therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. That at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. And every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zal buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is tot heerlijkheid van God de Vader. So this name is so powerful. Deze naam is zo krachtig. This authority. Deze autoriteit. This power. Deze kracht. That everything in creation must bow down to it. Dat alles in de schepping moet buigen daarvoor. It doesn't matter what situation you're dealing with. Maakt niet uit wat voor situatie je meemaakt. This name will make it bow its knee. Deze naam maakt dat het zijn knie buigt. So this is the authority, the power that Jesus has been given. Dit is de kracht en de autoriteit die Jezus gegeven is. And Jesus has given us the privilege to freely partake in this power. En Jezus heeft ons het voorrecht gegeven om deel te nemen aan deze kracht. So what are the things that we can do in this name then? Dus wat zijn de dingen die wij in deze naam kunnen doen? Let's go to Mark chapter 16. Laten we naar Marcus 16 gaan. Let's read verses 17 and 18. Vers 17 en 18. It says, and these signs will accompany those who believe. In my name, they will drive out demons. They will speak in new tongues. They will pick up snakes with their hands. And when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people and they will get well. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven.
In vreemde talen zullen zij spreken. Slangen zullen zij oppakken. En als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. So this is Jesus speaking. Dit is Jezus aan het woord. When he sent out his disciples. Toen hij zijn discipelen uitzond. And Jesus called these things signs. Jezus noemde deze dingen tekenen. So these are basic signs to confirm the message that we preach. Deze zijn basis tekenen om de boodschap die wij verkondigen te bewijzen. Now these are not to be confused with the gifts of the Spirit. We moeten deze niet in de war brengen met de gaven van de geest. Jesus called these things signs. Jezus noemde deze tekenen. And he trained the disciples to walk in these things long before the day of Pentecost. En hij trainde zijn discipelen om hierin te lopen dagen voor de uitstorting van de geest. You see, God is not stupid. God is niet gek of dom. He knows that if he gives us a message to preach. Hij weet dat als hij ons een boodschap geeft om te prediken. Or let me say it like this. Laat mij het anders zeggen. God called us to be witnesses for him, right? God heeft ons geroepen om getuigen voor hem te zijn, toch? Now this word witness is not a religious term. Deze woord getuige is geen religieuze term. It's a legal term. Het is een legale term. Now if you are called in a court of law to be a witness. Als u geroepen wordt door een rechter om een getuige te zijn. And you have no proof to back up your words. En u hebt geen bewijs om uw woord om achter uw woord te staan. Your words carry no weight. Dan hebben uw woorden geen gewicht. Because everyone can go up and invent a story. Want iedereen kan gaan getuigen en een verhaal verzinnen. So if you cannot give proof that what you're saying is true, how can we believe you? Dus als je geen bewijs hebt dat hetgene wat je zegt waarheid is, hoe kunnen wij u geloven? That's why God has given us signs, wonders and miracles to confirm that what we preach is true. Daarom heeft God ons tekenen, wonderen en wonderen om te bewijzen dat hetgene wat we zeggen waarheid is. So we cannot keep playing around. We kunnen niet rondspelen. And do as if these things are not important. En doen alsof deze dingen niet belangrijk zijn. Because often we use that as an excuse. Vaak gebruiken wij dat als een excuus. Because we have not really learned how to walk in these things. Omdat we niet hebben geleerd hoe hierin te wandelen. Then it's easy to say, oh, that's not important. Dan is het makkelijk om te zeggen, nou, dat is niet zo belangrijk. Just focus on love. Laten we focussen op liefde. Love is good. Liefde is goed. But Jesus didn't just love people. Jezus hield niet alleen maar van mensen. He didn't just go around and hugged everybody. Hij liep niet alleen rond en iedereen omhelzen. There was a demonstration of power. Er was een demonstratie van kracht. In fact, is this authority that Jesus walked in that commanded the respect of people. Het is deze autoriteit waarin Jezus wandelde die de respect van mensen afdwong. Let's look at an example. Laten we naar een voorbeeld kijken. Let's go to Mark chapter 1. Marcus hoofdstuk 1. And let's read from verse 21 to 28. Vers 21 tot 28. It says, they went to Capernaum. And when the Sabbath came, Jesus went into the synagogue and began to teach. The people were amazed at his teaching, because he taught them as one who had authority, not as the teachers of the law. Just then a man in their synagogue who was possessed by an impure spirit, cried out, what do you want with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. Be quiet, said Jesus sternly. Come out of him. The impure spirit shook the man violently and came out of him with a shriek. The people were all so amazed, and they asked each other, what is this? A new teaching, and with authority, he even gives orders to impure spirits, and they obey him. News about him spread quickly over the whole region of Galilee. En zij kwamen in Capernaum. En op de Sabbat ging hij meteen naar de synagoge en gaf hij onderwijs. En ze stonden versteld
van zijn onderricht, want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. Nu was er in hun synagoge een man met een onreine geest en die schreeuwde, ga weg. Wat hebben wij met u te maken, Jezus de Nazarener? Bent u gekomen om ons te gronden te richten? Ik weet wie u bent, namelijk de Heilige van God. En Jezus bestrafte hem en zei, zwijg, ga uit hem weg. En de onreine geest deed hem stuiptrekken en ging roepend met luide stem uit hem weg. En zij waren allen verbaasd, zodat zij elkaar vroegen, wat is dit? Wat voor een nieuwe leer is dit? Dat hij ook de onreine geesten met gezag bevel geeft en zij hem gehoorzaam zijn? En het gerucht over hem verspreidde zich meteen in heel de omgeving van Galilea. Now when I read this story, toen ik dit verhaal las, I said, man, sometimes you have to sweat to get some people in the church. Ik zei, soms moet je zweten om mensen de kerk in te krijgen. But here this demon was in church. Maar deze demon was hier in de kerk. Listening to the preaching. Luisteren naar de onderwijzing. Okay, that was just a side note. Just a side note. Gewoon to see if you're awake. Om te kijken of je wakker bent. Now the difference between the teaching of Jesus and the teachers of the law was the authority. Het verschil tussen de onderwijzing van Jezus en die van de schriftgeleerden was de autoriteit. Because Jesus was teaching in the name. Want Jezus was aan het onderwijzen in de naam. And that is what impressed people. En dat was hetgene wat mensen onder de indruk waren. And that's why news about it spread quickly over the region of Galilee. En daarom verspreidde zich het nieuws over hem snel over de regio van Galilea. Because the teachers of the law had nice preachings. Want de schriftgeleerden hadden mooie onderwijzingen. But they didn't have any authority to back it up. Maar ze hadden geen autoriteit. You see, even in the natural. Zelfs in het natuurlijke. I think we've all seen, like, for example, someone in government. Let's say a politician, for example. Laten we zeggen iemand in de regering. And this person only has nice words all the time. En deze persoon heeft altijd alleen maar mooie praatjes. But they can never show any power to back up those words. Maar ze hebben nooit kracht om hun woord kracht bij te staan. So what happens after a while? Wat gebeurt er dan na een tijdje? You stop taking the person seriously. Dan neemt die persoon niet meer serieus. Every time they come up with their nice words, you start laughing. Elke keer als ze met hun mooie praatjes komen, dan begint u te lachen. Because you say this is a joke. Want u zegt, nou ja, het is een grapje. This person has nice words, but they cannot do anything. Deze persoon heeft mooie praatjes, maar ze doen niks. So it is with the government of God. Zo is het ook met de regering van God. For too long of a time, the church of God has only have nice words. Voor te lang heeft het huis van God alleen maar mooie woorden gehad. And that's why a lot of people don't take the church seriously anymore. En daarom nemen heel veel mensen de kerk niet meer serieus. And even we're talking about people, but even when it comes to the enemy. We hebben het over mensen, maar zelfs als we het over de vijand hebben. The enemy only bows down to power. De vijand buigt alleen maar voor kracht. See, the demon was there as long as Jesus was preaching. De demon was daar terwijl Jezus aan het prediken was. But he only was exorcised once Jesus used the authority. Hij was alleen uitgedreven toen Jezus autoriteit gebruikte. So we cannot go out and be witnesses for God. Dus we kunnen niet naar buiten gaan en getuigen voor God zijn. And expect people to take us seriously. En verwachten dat mensen ons serieus nemen. If we don't learn how to walk in the power of this name. Als we niet leren om te wandelen in de kracht van deze naam. Because I've often hear people say, well, you know, miracles won't get anyone to believe. Ik heb vaak gehoord dat mensen zeggen, nou, wonderen zullen niet helpen dat mensen geloven. And that might be true for certain people. Dat kan waar zijn voor bepaalde mensen. Because certain people won't believe even if God appears in their bedroom. Want sommigen zullen niet eens geloven als God in hun kamer verschijnt. Because their heart is hardened. Want hun hart is hard geworden. But that doesn't go for everybody. Dat is niet zo voor iedereen. And we can't use that as an excuse to not do these things either.
En we kunnen het niet als excuus gebruiken om deze dingen niet te doen. Because this was a big part of Jesus' ministry. Want het was een groot gedeelte van Jezus' bediening. You see, even when God sent Moses to Pharaoh. Zelfs toen God Mozes naar Farao stuurde. In fact, let's look at that. Laten we daarin gaan. Let's go to Exodus chapter 3. Exodus 3. Verse 19. 3:19. Exodus 3, verse 19. Now, this is God speaking to Moses. And God said to Moses, "What I know, that the king of Egypt will not let you go unless a mighty hand compels him." Maar ik weet dat de koning van Egypte u niet zal laten gaan, ook niet door een sterke hand. So I will stretch out my hand and strike the Egyptians with all the wonders that I will perform among them. After that, he will let you go. Daarom zal ik mijn hand uitstrekken en Egypte treffen met al mijn wonderen die ik te midden daarvan doen zal. Daarna zal hij u laten gaan. You see, so God sent Moses with a message for Pharaoh. God stuurde Mozes met een boodschap voor Farao. Let my people go. Laat mijn mensen gaan. And Moses, first of all, Moses was like, if I go to the people, what name should I go in? En Mozes zei, ja, als ik naar de mensen ga, welke naam moet ik gebruiken? Then God told him, I am who I am. En dan zei God tegen hem, ik ben wie ik ben. And now God himself tells Moses that he knows that Pharaoh won't let them go. En God zelf zegt tegen Mozes, ik weet dat Farao jou niet zal laten gaan. Unless a mighty hand compels him. Als er geen sterke hand te pas komt. That word might means power. Dat woord sterke hand betekent kracht. See, the enemy only bows down to power. De vijand buigt alleen maar voor kracht. Not to nice words. Niet door mooie woorden. Not to you quoting scriptures to him. Niet door het zeggen van schriftgedeelte. There must be power. Er moet kracht zijn. Let's look at chapter 4. Laten we naar hoofdstuk 4 gaan. Chapter 4 is verse 1. You see, Moses was smart. Moses asked the right questions. Moses was slim. Hij stelde de juiste vragen. Moses answered, "What if they do not believe me or listen to me and say, 'The Lord did not appear to you'?" Then the Lord said to him, "What is that in your hands?" "A staff," he replied. The Lord said, "Throw it on the ground." Moses threw it on the ground and it became a snake, and he ran from it. Then the Lord said to him, "Reach out your hands and take it up by the tail." So Moses reached out and he held the snake and it turned back into a staff. Toen antwoordde Mozes en zei, "Maar zie, zij zullen mij niet geloven en niet naar mijn stem willen luisteren, want zij zullen zeggen, 'De Heere is niet aan u verschenen.'" De Heere zei tegen hem, "Wat hebt u daar in uw hand?" Hij zei, "Een staf." Hij zei, "Werp hem op de grond." En hij wierp hem op de grond en hij werd een slang. En Mozes vluchtte ervoor. Let's see. Let's set them reach out. Okay, so why did God give this to Moses? Waarom heeft God dit aan Mozes gegeven? We see it in verse 5. We zien dit in vers 5. Because Moses asked God, "Well, if I just go with a nice message, these people will ask for proof." Want Mozes zei tegen God, ja, als ik met een mooie boodschap ga, zullen ze voor bewijs vragen. What proof do you have that this God that you're speaking about really sent you to us? Wat voor bewijs heb je dat de God waarover je het hebt jou echt heeft gestuurd? And God allowed Moses to work a sign through his staff. En God liet het toe dat Mozes een teken uitvoerde met zijn staf. And in verse 5 God says, "This, said the Lord, is so that they may believe that the Lord, the God of their fathers, the God of Abraham,
the God of Isaac and the God of Jacob has appeared to you. En God zegt in vers 5, opdat zij geloven dat de Heere van aan u verschenen is, de God van, van hun vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. So God himself told Moses, this sign, this wonder that I'm allowing you to demonstrate. Dus God zei zelf tegen Mozes, deze wonder die ik jou laat demonstreren. So that people may believe. Is zodat de mensen zullen geloven. So how can we say it's not important? Hoe kunnen we dan zeggen dat het niet belangrijk is? And that people won't believe when they see these things. En dat mensen niet zullen geloven als ze deze dingen zien. When God himself is saying to Moses, this is so the people might believe. Wanneer God zelf zegt, dit is zodat de mensen geloven. See, you must stop playing around with this stuff. We moeten geen spelletjes spelen met dit soort dingen. So the name. Dus de naam. Moses asked God for a name for him to go into Pharaoh. Moses vroeg op God om een naam, om namens te gaan. And we have been given the same name. En wij hebben diezelfde naam gegeven gekregen. Now the name of Jesus. De naam van Jezus. So we saw that the word name itself means authority and power. We hebben gezien dat dat woord naam betekent autoriteit en kracht. But what about the name Jesus itself? Maar wat van de naam Jezus zelf? What are we really saying when we utter this name? Wat zeggen we eigenlijk als we deze naam uiten? Jesus is the Hebrew name Yeshua. Jezus is de Hebreeuwse naam Yeshua. Which means Yahweh is salvation. Wat betekent Yahweh is redding. So to keep it simple, the name just means salvation. Om het simpel te houden, de naam betekent redding. That's why when the angel appeared to announce the birth of Jesus. Dat is daarom wanneer de engel verscheen om de geboorte van Jezus aan te kondigen. He said, you shall name him Jesus. Zei hij, u zult hem Jezus noemen. Because he will save people from their sins. Want hij zal mensen redden van hun zonden. So Jesus means salvation. Jezus betekent redding. So when we say in the name of Jesus. Dus als we zeggen in de naam van Jezus. What we're actually saying is. Wat we dan eigenlijk zeggen is. In the authority of salvation. In de autoriteit van redding. In the power of salvation. In de kracht van redding. So let's look again at Mark 16. Laten we weer naar Marcus 16 kijken. And Jesus said, these signs will accompany those who believe. In my name, they will drive out demons. And what is that name? Salvation. Hij zei, in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. En welke naam is dat? Dat is de naam van redding. So in the authority of God's salvation, we drive out demons. In de autoriteit van de redding van God drijven wij demonen uit. In the power of salvation, we speak in new tongues. In de kracht van redding spreken wij in nieuwe tongen. In the authority of salvation, we deal with dangerous situations without getting hurt. In de autoriteit van redding dealen wij met moeilijke situaties zonder gevaar te lopen. In the authority of God's salvation, we lay hands on sick people and they get well. In de autoriteit van Gods redding leggen we handen op zieke mensen en worden ze beter. So every demon we cast out. Elk demon die wij uitdrijven. Every person we heal. Elk persoon die wij genezen. Every prayer we pray in the name of Jesus. Elk gebed die wij bidden in de naam van Jezus. We are doing it in the authority and in the power of God's salvation. Doen we in de autoriteit en de kracht van Gods redding. So salvation is the package that contains all these things. Dus redding is het pakket waarin al deze dingen zitten. So we cannot disconnect them. We kunnen ze niet los van elkaar maken. Now, why do I say this? Waarom zeg ik dit?
Because when it comes to salvation, want als het om redding gaat, it's very clear to us that it's God's will for everyone to be saved, right? Is het duidelijk voor ons allemaal dat het Gods wil is dat mensen gered worden, toch? We know that the Bible says that Jesus died for the sins of the whole world. We weten dat de Bijbel zegt dat Jezus gestorven is voor de zonden van de hele wereld. And we know that it's up to people to choose whether they receive this package called salvation or not. En we weten dat het de verantwoordelijkheid is van mensen om deze pakket te accepteren of niet. Let's look at 2 Peter. Laten we naar 2 Petrus kijken. Chapter 3, verse 9. Hoofdstuk 3, vers 9. And here the people were asking about the coming of the Lord. So when Jesus would come back. Hier vragen de mensen wanneer Jezus terug zou komen. Because they were saying, from the beginning you were saying that Jesus is coming back, but why is it taking so long? Ze zeiden van ja, vanaf het begin wordt er gezegd dat hij terugkomt, maar waarom duurt het zo lang? And here the scripture says, the Lord isn't slow about keeping his promises, as some people think he is. In fact, God is patient because he wants everyone to turn from sin and no one to be lost. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. So here we see that it's not God's will for anyone to be lost. We zien hier dat het niet Gods wil is dat iemand dan ook verloren gaat. If it's up to God, everyone would be saved. Als het aan God ligt, dan zou iedereen gered worden. But God has given us the ability to choose. Maar God heeft ons de wil gegeven om te kiezen. And I will always think, imagine if Jesus came back one day before I got saved. En ik denk soms, ja, stel je voor dat Jezus terug zou komen een dag voordat ik gered werd. And so it is for other people. You know, he could come back right now, but what about the people who still have to make a choice? Zo is het ook voor andere mensen, want wat als hij nu terugkomt? What about the people who still have to make a choice? What about the mensen die nog een keuze moeten maken? See, some people are praying Jesus come back soon. Sommigen bidden Jezus kom snel terug. You know, but what about your family who still have to be saved, for example? Wat denkt u van uw familie die nog gered moet worden? See, that's why I say God isn't so slow as some people think he is. Daarom zegt dat hij is niet traag zoals sommigen denken. There is a reason why he's taken so long to come back. Er is een reden waarom hij er lang over doet om terug te komen. He doesn't want anyone to be lost. Hij wil niet dat mensen verloren gaan. Now, if we are 100% sure about, if we are sure that God wants everyone to receive this package called salvation. Als we zo zeker zijn dat God wil dat iedereen het pakket van redding ontvangt. We know it's God's will for everyone to be saved. We weten dat Gods wil is dat iedereen gered wordt. Then why do we sometimes question if it is God's will for people to receive what's in the package? Waarom twijfelen we dan dat het Gods wil is dat mensen ontvangen hetgene wat in die pakket zit? You see, if I give you a package as a gift. Als ik u een pakket geef als een cadeau. And you open it. En u maakt het open. And you find all these different smaller gifts in it. En u vindt daarin wat allemaal kleinere cadeautjes. Why would you wonder if it is my will for you to have it? Waarom zou u moeten twijfelen dat het mijn wil is dat je die ook krijgt? I wouldn't have put it in the package then. Anders zou ik het niet in dat pakket hebben gedaan. The package of salvation contains healing. Het pakket van redding bevat genezing. It contains deliverance. Het bevat bevrijding. From demonic oppression. Van demonische oppressie. It contains the resurrection from the dead. Het bevat het opstaan uit de dood. Whether it's now or on the last day, it contains the resurrection of the dead. Als het nu is of op de laatste dag, dat zit er ook in. All these things are packaged in God's salvation. Deze zitten allemaal
verpakt in Gods redding. Everything that we receive through prayer. Alles wat we door gebed hebben ontvangen. Jesus said, whatever you pray for in my name. Alles wat waar u voor bidt in mijn naam, zei Jezus. What is his name? Salvation. Wat is zijn naam? Redding. Whatever you pray for in the name of God's salvation, God will give it to you. Wat u ook bidt in de naam van Gods redding, dat zult u ontvangen. See, we have to be aware of what we're saying when we speak this name. We moeten bewust zijn wat hetgene wat we spreken als we deze naam zeggen. So at the power, at the authority of God's salvation. Bij de kracht of de autoriteit van Gods redding. Every knee will bow. Elke knie zal buigen. Things in heaven. Dingen in de hemel. Things on earth. Dingen op aarde. Things under the earth. Dingen onder de aarde. It doesn't matter. Maakt niet uit. It's all because of the power of God's salvation. Het is allemaal door de kracht van Gods redding. Let's look at an example in Mark chapter 5. Laten we naar een voorbeeld kijken in Marcus 5. Let's read from verse 25 to 32. This is about a woman with an issue of blood. And Marcus 5:25-32. And just like last week, we're going to dissect the scriptures a little bit. En net als vorige week gaan we het schriftgedeelte ontleden. Some people like that last week. Sommigen vonden dat leuk vorige week. See, these are things we read all the time, but we have to dissect them, you know, and see what's really in this. We lezen het vaak, maar we moeten het ontleden en kijken wat het zegt. It says, a woman in the crowd had suffered for 12 years with constant bleeding. She had suffered a great deal from many doctors, and over the years she had spent everything she had to pay them. But she had gotten no better. In fact, she had gotten worse. En een zekere vrouw die al 12 jaar bloedvloeien had en veel geleden had door toedoen van veel dokters en alles wat zij bezat daaraan uitgegeven had en geen baat gevonden had, maar met wie het veel eer erger geworden was. So just like Abraham. Net als Abraham. This woman was faced with a situation that had no solution in the natural. Had deze vrouw ook een situatie die niet in het natuurlijke opgelost kon worden. She had been struggling for this for 12 years. Voor 12 jaar was ze aan het worstelen hiermee. Spent all the money she had on doctors. Al het geld wat ze had, heeft ze aan dokters uitgegeven. But she gotten worse. Maar het werd juist erger. So she had every reason to be hopeless in the natural. Dus ze had alle reden om in het natuurlijke hopeloos te zijn. But then what happened? Wat gebeurde er dan? It says, she had heard about Jesus. And now we know that Jesus means salvation. So she had heard about salvation. So she came up behind him through the crowd and touched his robe. For she thought to herself, if I can just touch his robe, I will be healed. Deze had van Jezus gehoord, van redding dus, en kwam van achteren de menigte in en raakte zijn bovenkleed aan. Want zij zei, als ik maar zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. Now, what I love about this woman, wat ik mooi vind van deze man, van deze vrouw. She was talking about me. This woman, she didn't ask Jesus if it was his will for her to be healed. Deze vrouw vroeg niet aan Jezus of het zijn wil was voor haar om genezen te worden. She didn't ask for God's permission to be healed. Ze vroeg niet om toestemming om genezen te worden. She heard about Jesus. Ze hoorde over Jezus. That Jesus was going around healing people. Dat Jezus rondging en mensen genas. And I think she reasoned, like last week we talked about reasoning. Ik denk dat ze beredeneerde. She reasoned, if this guy is going around healing all this multitude. Ze beredeneerde waarschijnlijk, als deze man rondgaat en menigten aan het genezen is. Then I want some healing too. Dan wil ik ook wat genezing. Why shouldn't he heal me? Waarom zou hij mij niet genezen? So she didn't ask if Jesus was willing to heal her. Ze vroeg zich niet af of Jezus haar wilde genezen.
She just came up behind him and took it. Ze kwam achter, van achter hem en ze nam het. So let's continue reading. Laten we verder lezen. So she touched Jesus' garment and the Bible says immediately the bleeding stopped. And she could feel in her body that she had been healed of her terrible condition. Jesus realized at once that healing power had gone out from him. So he turned around in the crowd and asked, "Who touched my robe?" His disciples said to him, "Look at this crowd pressing around you. How can you ask who touched me?" But he kept on looking around to see who had done it. En meteen droogde de bron van haar bloed op. En merkte zij aan haar lichaam dat zij van die aandoening genezen was. En meteen toen Jezus bij zichzelf merkte dat er kracht van hem uitgegaan was, keerde hij zich om in de menigte en zei, "Wie heeft mij mijn kleren aangeraakt?" En zijn discipelen zeiden tegen hem, "U ziet dat de menigte tegen u opdringt en u zegt dan, wie heeft mij aangeraakt?" Maar hij keek om zich heen om haar te zien die dat gedaan had. You see, so Jesus wasn't actually asking who touched him physically. Jezus vroeg dus niet af wie hem in het natuurlijke had aangeraakt. He felt that someone touched her on a spiritual level. Hij voelde dat iemand op geestelijk niveau hem had aangeraakt. Because there was a crowd pressing him. Want er was een menigte die tegen hem opdrukte. So physically he was being touched from every side. Dus in het natuurlijke werd hij van alle kanten aangeraakt. But he felt that power went out of him. Hij voelde kracht uit zich gaan. Now, some of you listening to this word today. Sommigen die van u die naar dit woord luisteren vandaag. Maybe like this woman. Zouden als deze vrouw kunnen zijn. Suffering from your condition for a long time. Ja, aan het lijden onder uw omstandigheid voor een lange tijd. Imagine that 12 years suffering of this this condition. Denk daarover na, 12 jaar aan het lijden hieronder. The Holy Spirit wants to remind you this morning. De Heilige Geest wilt u hieraan herinneren vanochtend. That this name doesn't care how long you've been suffering from your condition. Dat deze naam niet uitmaakt hoe lang u lijdt van een bepaalde conditie. Because this woman had every reason to be hopeless. Want deze vrouw had alle reden om hopeloos te zijn. But then she heard about God's salvation. Maar dan hoorde ze over Gods redding. And she reasoned. En ze heeft geredeneerd. If I can just touch this salvation. Als ik maar deze redding aan kan raken. I will be healed from my condition. Dan zal ik genezen worden van mijn toestand. What did she have? Wat had ze? Hope. Ze had hoop. Expectation. Verwachting. She didn't come saying. Ze kwam niet zeggende. Well, I'm going to touch Jesus. Nou, ik ga Jezus aanraken. And if it is the Lord's will. Als het Gods wil is. I will be healed. Dan zal ik genezen worden. And if not. En als het niet zijn wil is. I'll praise the Lord anyway. I'll just prijs go home. Hem, hoe dan ook. No. Nee. She expected to get healed if she was able to touch Jesus. Ze verwachtte genezen te worden wanneer ze hem aanraakte. There was no doubt. Er was geen twijfel. So hope. Dus hoop. Is what made her faith work. Is hetgene wat haar geloof liet werken. You see, she had faith in this name. Ze had geloof in deze naam. Let's look at another example. Laten we naar een ander voorbeeld kijken. Let's go to Acts chapter 3. Laten we naar Handelingen 3 gaan. Verses 1 till 7. Vers 1 tot 7. It says, "One day Peter and John were going up to the temple at the time of prayer, at 3 in the afternoon. Now a man who was lame from birth was being carried to the temple gate called Beautiful, where he was put every day to beg from those going into the temple courts. When he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. Peter looked straight at him, as did John. Then Peter said, 'Look at us.' So the man gave them his attention, expecting to get something from them. Then Peter said, 'Silver and gold I do not have, but what I do have,
I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. Petrus, nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het negende uur. En een man die vanaf de moederschoot kreupel was, werd daarin gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort, die de Schone genoemd wordt, om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel binnengingen. Toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat zij de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei, kijk ons aan. En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. Petrus zei echter, zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus, de Nazarener, sta op en ga lopen. En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op. En onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. So Peter said to this man, dus Petrus zei tegen deze man, I don't have money. Ik heb geen geld. But I have something better for you. Maar ik heb iets beters voor u. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. With other words, in the power and authority of God's salvation. In de kracht en de autoriteit van Gods redding. Walk. Loop. Now let's continue. Let's go down to verse 11. Laten we naar vers 11 gaan. And let's read till verse 16. Tot 16. It says, while the man held on to Peter and John, all the people were astonished and came running to them in the place called Solomon's Colonnade. When Peter saw this, he said to them, fellow Israelites, why does this surprise you? Why do you stare at us as if by our own power or godliness we made this man walk? The God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of our fathers, has glorified his servant Jesus. You handed him over to be killed, and you disowned him before Pilate, though he had decided to let them go. You disowned the holy and righteous one and asked that the murderer be released to you. You killed the author of life, but God raised him from the dead. We are witnesses of this. By faith in the name of Jesus, this man whom you see and know was made strong. It is Jesus' name and the faith that comes through him that has completely healed him, as you all can see. En terwijl de kreupel die genezen was Petrus en Johannes vasthield, stroomde al het volk bij hen samen in de zuilengang die de zuilengang van Salomo genoemd wordt, en verbaasde zich. Toen Petrus dat zag, antwoordde hij het volk, Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover? Of waarom kijkt u ons zo doordringend aan, alsof wij door onze eigen kracht of Gods vrucht hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt? De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, die u hebt overgeleverd. U hebt hem verloochend voor Pilatus, toen die oordeelde dat men hem zou loslaten. U echter hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden. Maar de vorst van het leven hebt u gedood, die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn. En zijn naam heeft deze man, die u ziet en kent, sterk gemaakt door het geloof in zijn naam. En het geloof dat er is door hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. So here, Peter and John make it clear that it's not only the name. Hier maken Petrus en Johannes het duidelijk dat het niet alleen maar de naam is, but also faith in the name. Maar ook geloof in de naam. If you go to Latin America, for example, als u naar Latijns-Amerika gaat bijvoorbeeld, there are a lot of people named Jesus. Zijn er heel veel mensen die Jezus heten. So if it was only the name, dus als het alleen maar om de naam ging, every time someone says Jesus, elke keer als iemand Jesus zegt, a miracle should happen. Dan zou er een wonder moeten gebeuren. Being in Latin America should be like being in heaven. In Latijns-Amerika zijn zou net als de hemel moeten zijn.
Miracles everywhere. Overal wonderen. Everyone, someone calls Jesus, someone should fall under the power of the Spirit. Elke keer als iemand Jesus zegt, dan zou iemand onder de kracht van God moeten vallen. But why doesn't it happen? Waarom gebeurt het niet? Because they have the name. Want ze hebben de naam. But they have no faith in the name. Maar ze hebben geen geloof in de naam. For them it's just a word. Voor hen is het gewoon een woord. So is those two things combined. Het is die twee dingen aan elkaar gekoppeld. Let's continue reading in Acts. Laten we verder gaan in Handelingen. See, I need to show you, you need to see these things in scriptures. Je moet deze dingen zien. So you don't say that Swendley said. Zodat u niet zegt dat Swendley zei. Let's go to Acts chapter 4. Handelingen 4. Verses 5 to 10. Vers 5 tot 10. It says, the next day, the rulers, the elders and the teachers of the law met in Jerusalem. Annas the high priest was there, and so were Caiaphas, John, Alexander, and others of the high priest's family. They had Peter and John brought before them and began to question them. And here it is, by what power or what name did you do this? Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, rulers and elders of the people, if we are being called to account today for an act of kindness shown to a man who was lame and are being asked how he was healed, then know this, you and all the people of Israel, it is by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, from whom God raised from the dead, that this man stands before you healed. En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen. Ook Annas, de hoge priester, en Caiaphas, Johannes, Alexander en allen die tot het hoge priesterlijk geslacht behoorden. En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij, door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan? Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest tegen hen, leiders van het volk en oudsten van Israël, wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is, laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden opgewekt heeft, dat door hem deze man hier gezond voor u staat. Let's jump to verse 15. Laten we naar vers 15 gaan. To 18. Tot 18. It says, so they ordered them to withdraw from the Sanhedrin, and they then conferred together. What are we going to do with these men? They asked. Everyone living in Jerusalem know they have performed a notable sign, and we cannot deny it. En nadat zij hun bevolen hadden de raad te verlaten, overlegden zij met elkaar en zeiden, wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen. En wij kunnen het niet ontkennen. Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden, dat zij tot geen enkel mens meer in die naam mogen spreken. En I didn't go there. No, it's all right. So first of all, this sign that Peter and John performed. Ten eerste, het teken wat Petrus en Johannes hebben uitgevoerd. Made it so that these people couldn't deny that this name had power. Heeft het laten blijken dat ze niet konden ontkennen wat er gebeurd was. And that their testimony about Jesus was true. En dat hun getuigenis over Jezus waar was. Now these people didn't become followers of Jesus. Deze mensen werden geen volgelingen van Jezus. But they had to acknowledge that this name was the real thing. Maar ze moesten beamen dat deze naam het echte ding was. You see, signs might not cause everyone to believe or to follow Jesus. Tekenen zullen niet iedereen Jezus laten volgen. But they will make it so that they will take the church of God seriously. Maar het zal zo zijn dat een kerk van Jezus serieus genomen wordt hierdoor.
Because this name will make things happen that they cannot deny. They cannot say anything against it. Want deze naam zal dingen laten gebeuren die ze niet kunnen ontkennen en niet omheen kunnen. So let's continue reading. Laten we verder lezen. But to stop this thing from spreading any further among the people, we must warn them to speak no longer to anyone in this name. Then they called them in again and commanded them not to speak or teach at all in the name of Jesus. Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die naam mogen spreken. En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de naam van Jezus. So notice that they didn't tell them to stop doing miracles. Merk op dat ze hen niet hebben verboden om wonderen te verrichten. They didn't tell him, you can continue to preach and teach, just don't heal anyone. Onderwijs en prediken, maar genees niemand meer. They forbid them to use the name. Ze hebben verboden om de naam te gebruiken. See, because the enemy wants to silence the name. Want de vijand wil de naam verzwijgen. Because if he can silence the name, then he can cut off the power of God. Want als hij de naam kan verzwijgen, dan kan hij de kracht van God af. Ja. And if he can cut off the power of God, en als hij de kracht van God kan afsnijden, then our testimony has no weight, no power behind it. Dan heeft ons getuigenis geen gewicht en geen kracht erachter. Because what happens when you preach? Wat gebeurt er dan wanneer u predikt? The Bible says faith comes by hearing and hearing by the word of God. De Bijbel zegt dat geloof komt door het horen en het horen van het woord van God. And the next verse says, how can they hear without a preacher? En het volgende vers zegt, hoe kunnen ze horen zonder een prediker? So when you preach about the name, then faith in the name comes. Dus als u when you preach about the name, als u predikt over de naam, dan komt geloof in de naam. When you teach about the name, als u onderwijst over de naam, understanding comes. Dan komt er begrip. And then people understand how to operate this name. En dan begrijpen mensen hoe te handelen met die naam. And when you combine these two things, en als u deze twee bij elkaar voegt, the enemy is in trouble. Dan heeft de vijand een probleem. Because the only thing that can compel the enemy to let people go, het enige wat de vijand kan overtuigen om mensen los te laten, is this name. Is deze naam. This name represents the word name can also be translated as character. De woord naam kan ook vertaald worden als karakter. This name represents the might of God. Het vertegenwoordigt de macht van God. Or the mighty hand of God. Of de machtige hand van God. It's the same name that God gave to Moses. Het is dezelfde naam die God aan Mozes heeft gegeven. See, it's not a different name. Het is geen andere naam. Let me look at the time. Ik ben naar de tijd kijken. So, we're not going to read through the scriptures. You can read it at home if you want. It's Acts chapter 4. Acts chapter 4, verses 23-31. Je kunt dit gedeelte thuis lezen. Dat is Handelingen 4, vers 23-31. Yes. And this is that after Peter and John were released and they went back and they told the believers everything that happened. Dit is wanneer Petrus en Johannes teruggingen naar de gelovigen en vertelden wat er gebeurd is. And then the believers prayed. En dan hebben de gelovigen gebeden. And they prayed. If you read the verse, you see that they prayed about the name. En als je naar de vers kijkt, dan staat er dat ze hebben gebeden in de naam. And then it says that all the believers were one in heart and mind. En dan wordt het gezegd dat alle gelovigen één in hart en gedachten waren. And we have often looked at the scriptures and longed to be like these believers. We hebben vaak naar deze schriftgedeelte gekeken en hebben verlangd om te zijn als deze gelovigen. But we must understand how they did it. We moeten begrijpen hoe ze dat hebben gedaan. It was the power of this name that enabled them to walk in oneness. Het was de kracht in deze naam die hen toestond om één te zijn.
And you know I have scripture to back that up. I'm not just saying that. Ik weet dat ik versen heb om dat te bewijzen. Ik zeg het niet zomaar. We're almost done. We zijn bijna klaar. Let's go to John 17, verses 11 and 12. Laten we naar Johannes 17, vers 11 en 12 gaan. This is Jesus praying before he was arrested. Dit is Jezus die bidt voordat hij gearresteerd werd. Jesus said, I will remain in the world no longer, but they are still in the world, and I am coming to you. Holy Father, protect them by the power of your name, the name you gave me, so that they may be one as we are one. While I was with them, I protected them and kept them safe by the name you gave me. None has been lost except the one doomed to destruction, so that the scriptures would be fulfilled. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld en ik kom naar u toe. Heilige Vader, bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam, opdat zij één zullen zijn zoals wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij gegeven hebt, heb ik bewaard en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de schrift vervuld wordt. See, so the same name that God gave to Moses. Dezelfde naam die God aan Mozes heeft gegeven. The same name he used to make Abraham a father of multitudes. Dat is dezelfde naam die hij gebruikte om Abraham een vader van menigten te maken. That's the same name that he gave to Jesus. Dat is dezelfde naam die hij aan Jezus heeft gegeven. It was not something new. Het was niet iets nieuws. That's what Jesus said. The name you gave me. Daarom zegt Jezus de naam die u mij heeft gegeven. And Jesus made it clear that it's the power of this name that enables us to be one, just like Jesus and the Father are one. En Jezus maakte het duidelijk dat het de kracht is in deze naam die hen toestaat om één, die ons toestaat om één te zijn, net als Hij en de Vader één zijn. That's the only thing that can bring oneness in the body of Christ. Dat is het enige wat eenheid kan brengen in de in het lichaam van Christus. See, there are all these fights and debates. Er zijn heel veel debatten en gevechten. And separations in the body of Christ. En scheidingen in het lichaam van Christus. And the only one, the way for us to become one. De enige manier om één te worden. Is for us to come together in the power of this name. Is voor ons om samen te komen in de kracht van deze naam. And faith in this name. En geloof in deze naam. That will enable us to walk in the oneness of God. Dat zal ons in staat stellen om als één te wandelen in die naam. So how important is it for God for us to believe in this name? Hoe belangrijk is het voor God dat wij in die naam geloven. Let's go to the last scripture for today. Laten we naar het laatste schriftgedeelte voor vandaag gaan. 1 John chapter 3. 1 Johannes 3. And let's read from verses 19 to 24. Vers 19 tot 24. It says, this is how we know that we belong to the truth and how we set our hearts at rest in his presence. If our hearts condemn us, we know that God is greater than our hearts, and He knows everything. Dear friends, if our hearts do not condemn us, we have confidence before God and receive from Him anything we ask, because we keep His commands and do what He pleases. En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn. En zo zullen wij ons hart voor hem geruststellen. Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart en hij weet alle dingen. Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan. En wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van hem, omdat wij zijn geboden in acht nemen en doen wat hem welgevallig is. Now in 1 John, John speaks a lot about the commands of God. In 1 Johannes spreekt Johannes vaak over de geboden van God.
And we must be aware that he's not speaking about the Ten Commandments. We moeten bewust zijn dat hij het niet heeft over de 10 geboden van Mozes. Good thing that God didn't leave us in the dark. Goed dat God ons niet in het duister heeft gelaten. Because the next verse says, just in case you have any doubts. Want de volgende vers zegt, voor het geval u twijfelde. And this is his command. To believe in the name of his son, Jesus Christ. And to love one another as he commanded us. The one who keeps God's commands lives in him and he in them. And this is how we know that he lives in us. We know it by the spirit he gave us. Vers 23. En dit is zijn gebod. Dat wij geloven in de naam van zijn zoon Jezus Christus. En dat wij elkaar lief hebben zoals hij ons een gebod gegeven heeft. En wie zijn geboden in acht neemt, blijft in hem en hij in hem. En hieraan weten wij dat hij in ons blijft. Namelijk aan de geest die hij ons gegeven heeft. You see, when we think about breaking God's commands. Als we denken over het breken van de geboden van God. We often think about the laws of Moses. Denken we vaak aan de wet van Mozes. But I wonder how many times have we broken this command. Vraag me af hoe vaak we dit gebod hebben gebroken. By not believing in the name of his son. Door niet te geloven in de naam van zijn zoon. We focus so much on the love, which is good. We focussen zoveel op de liefde, dat is goed. But this is in the scripture as well. Maar dit staat ook in de schriften. In fact, it's mentioned before love. Het wordt zelfs voor liefde genoemd. Because it's this name that allows you to access the love of God to begin with. Want het is deze naam die u toestaat om toegang te krijgen tot de liefde van God. It's God's salvation that connects you to his love. Dat is zijn redding die u verbindt met zijn liefde. And if you don't connect to salvation, his love cannot flow through you. En als u zich niet verbindt met de redding, dan kan zijn liefde niet vloeien door u. So faith in the name of Jesus is a commandment. Dus geloof in de naam van Jezus is een gebod. And the Bible also says to love God is to obey his commandments. De Bijbel zegt ook dat God liefhebben het gehoorzamen van zijn geboden is. And most of you know the book, I think it's the 5 love languages. De meeste van u kennen het boek de 5 liefdestalen. Now God has a love language as well. God heeft ook een liefdestaal. It's called obedience. Het is gehoorzaamheid. You see, sometimes we think if we spend time with God, we show him his love. We show him our love for him. We denken soms dat door tijd met God door te brengen, dat wij zo onze liefde voor hem laten zien. But the Bible doesn't say that you show your love for God by spending a lot of time with him. De Bijbel zegt niet dat u uw liefde voor hem laat zien door veel tijd met hem door te brengen. It says, love for God is obeying his commands. Het zegt, liefde voor God is zijn geboden te gehoorzamen. So nothing wrong with spending time with God. Dus niks verkeerd met tijd met God door te brengen. But that's not how we show our love for him. Maar dat is niet hoe wij onze liefde voor hem laten zien. And one of his commands under the New Testament. En een van zijn geboden in het Nieuwe Testament. Is to believe in the name of his son. Is om te geloven in de naam van zijn zoon. To believe in the power and the authority of his salvation. Om te geloven in de kracht en de autoriteit van zijn redding. That's one of the ways that we show our love for God. Dat is een van de manieren om onze liefde aan hem te laten zien. So just like Abraham. Dus net als Abraham. We must be fully persuaded about God's supernatural and miracle working power. Moeten we ten volle overtuigd zijn van Gods wonderwerkende kracht. The Lord says, when we use this name. De Heer zegt, als we deze naam gebruiken. We must expect this name to produce results.
moeten we verwachten dat deze naam resultaten oplevert. You see the crippled man that Peter and John healed. U ziet de kreupele man die Petrus en Johannes hebben genezen. The Bible says the man was in that condition since his mother's womb. De Bijbel zegt dat hij sinds zijn moeders schoot in die situatie zat. And this name doesn't care how long you've been in your condition. Deze naam maakt niet uit hoe lang u in uw situatie zit. This name doesn't care if you were born a certain way. Deze naam maakt het niet uit of u op een bepaalde manier geboren bent. If it's not in line with God's original design for you. Als het niet in lijn is met Gods originele ontwerp voor u. This name and faith in this name. Deze naam en geloof in deze naam. Will make that situation bow down. Maak dat die situatie gaat buigen. And come in line with God's will for you. En in lijn komen met Gods wil voor u. Now, as I said at the beginning. Zoals ik het in het begin zei. This teaching is not just for entertainment. Deze onderwijzing is niet alleen maar voor vermaak. And God made it clear why he gave us this word today. En God heeft duidelijk gemaakt waarom hij dit woord heeft gegeven vandaag. Because as you know, now we have the community center. Want zoals u weet, nu hebben we de community center. And we are called to minister to this area of Schiedam. En we zijn geroepen om te bedienen tot deze regio van Schiedam. And the Lord says. En de Heer zegt. Don't expect everyone that we come in contact with. Verwacht niet dat een ieder met wie wij in contact komen. To be in need of money or food. In nood te zijn van geld of eten. The Lord says we will come in contact with a lot of people that are oppressed by demons. De Heer zegt dat we in contact zullen komen met veel mensen die onderdrukt worden door demonen. We'll come across people that, just like the crippled man, had a certain condition since they were born. We zullen mensen tegenkomen die net als die kreupele man in een bepaalde situatie zitten sinds ze geboren zijn. Or people who have been struggling with sickness and disease for a long time. Of mensen die aan het worstelen zijn met ziekte voor een lange tijd. And when we come in contact with these people. En wanneer wij in contact komen met deze mensen. And all we can give them is food and money. En alles wat we kunnen geven is geld en voedsel. How can we show the love of God to these people? Hoe kunnen we de liefde van God dan laten zien aan deze mensen? It is the same example as the scripture gives. Het is hetzelfde voorbeeld als het schriftgedeelte geeft. As coming across someone who is in need of food and clothing. Als we iemand die voedsel en kleding nodig heeft tegenkomen. And just tell them, just pray for them and say, God bless you, and then leave. En dat we voor die persoon gewoon bidden en dan zeggen, God zegen jou en dan weggaan. Because you didn't solve the problem. Want we hebben het didn't solve the problem. Probleem niet opgelost. While it was in your power to do so. Terwijl het in uw kracht was om dat te doen. In the same way, God has given us this power, this name. Op dezelfde manier heeft God ons deze kracht en deze naam gegeven. And God says it's time for us to learn how to use it. En God zegt dat het de tijd is dat wij leren hoe dit te gebruiken. Because when we come in contact with these people. Want als wij in contact komen met deze mensen. This name will be how we show God's love to them. Deze naam zal hoe wij Gods liefde laten zien aan deze mensen. I mean, look at the crippled man that Peter and John healed. Kijk naar de verlamde man die Petrus en Johannes hebben genezen. Look how happy this man was, praising God, you know, jumping. Hij was en rond aan het springen was, net als een klein kind. They couldn't have made this man this happy by if they had given him money like he asked for. Ze hadden hem niet zo blij kunnen maken als ze hem geld hadden gegeven waarom hij vroeg. See, that's why the Holy Spirit wants to teach us how to operate in this name. Daarom wil de Heilige Geest ons onderwijzen hoe om in deze naam te opereren. And just like Peter and John said.
zoals Petrus en Johannes zeiden. It's not in our own power or it's not by how holy we are that we operate this name. Het is niet in onze eigen kracht of hoe heilig we zelf zijn dat we in deze naam handelen. All we need to do is have faith in this name. Het enige wat we moeten doen is geloof hebben in deze naam. Because God is the power source. Want God is de krachtbron. All we have to do is serve as the channels. Het enige wat we hoeven doen is als een kanaal te dienen. So the pressure is on him, not on us. De druk ligt op hem, niet op ons. Now, so sometimes we are so arrogant, you know, putting ourselves in the center of everything. Soms zijn we zo arrogant om onszelf in het midden van alles te zetten. You see, if this name doesn't work. Als deze naam niet werkt. Als deze naam niet werkt. Is God's reputation that suffers, not us. Het is Gods reputatie die schade leidt, niet de onze. Because people will say this God that they serve isn't real, he's weak. Want mensen zullen zeggen, nou deze God die ze dienen, die is niet sterk, die is zwak. Het over ons hebben. Yes. And God is very zealous for his name. En God heeft very zealous for his name. En God heeft grote ziel voor zijn naam. Testament zien. U kunt dat zelf in het Oude Testament zien. We can expect God to operate this name, back us up. We can expect God to better back us up. Dus als we handelen, ondersteunt. Because we can say to God, if this doesn't work, it's bad for your reputation. We kunnen tegen God zeggen, als het niet werkt, dan is het slecht voor uw reputatie. Als het niet werkt, dan is het slecht. To walk and operate this name. Daarom wilt hij. Walk and operate this name. Daarom wilt hij ons trainen om te wandelen in zijn naam. This is for things to come. Het is voor dingen die zullen komen. And when en als Stefan en profeet naar dit woord luisteren. Let them weigh this word. Naar dit woord luisteren. Let them weigh this word. Laten ze het wegen. Because the Bible says when someone prophesies, others have to weigh the word to see if it holds true to the scriptures. Want de Bijbel zegt dat als iemand profeteert, anderen het woord moeten wegen tegen het woord. So, this is what God has given me for you today. Dit is wat God mij voor u vandaag heeft gegeven. I hope you were blessed by this teaching. Ik hoop dat u gezegend bent door deze onderwijzing. And let's stand up and pray. Laten we staan en bidden. Father, we thank you for this great word, Father, that you have ministered to us today. Thank you for increasing our understanding, Father. Thank you for delving deeper, Father, and unveiling, Father, this magnificent and glorious name that you have given to us, Father. Father, we thank you that you don't let any situation catch us off guard or unprepared, Father, but that just like Jesus trained his disciples, Father, you are training us before you send us out, Father, for it is your will, Father, for all the people out there in Schiedam to not perish, but for all to come to the knowledge of your salvation, Father, that you have packaged in this name, Father. So just like the believers prayed in the book of Acts, Father, we pray that you continue doing mighty works, Father, continue doing signs, continue healing, Father, continue delivering, continue even raising people from the dead, Father, in the mighty name of your servant Jesus, Father. And we pray, Father, that the whole body of Christ can come together, Father, in this name and in faith in this name, Father, and walk in the oneness, Father, that your being represents, Father, the same oneness that the Father, the Son, and the Spirit has, Father. Help us to walk in this oneness, Father, by the power of your name, Father. And we know that each one of us is at a different level spiritually, Father, but just when learning to walk as a child, it starts with the first step, Father. And some of us still have to just put the first step, Father. And just like a loving parent holds the child by hand when they're learning to walk, we can trust that you will hold us up, Father. And that no matter what level we are, you will help us to walk in this magnificent power of your name, Father. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Thank you.
Yes, she's coming. Amen to that word. It's clear and good to say. Ik denk dat het duidelijk is en goed om te zeggen. That we are not here just to play church. Dat wij niet hier zijn om kerkje te spelen. And this is a message that I know challenges us. En ik weet dat dit een woord is wat ons uitdaagt. But like Swently said. Maar zoals Swently zei, it's not in our power that we are going to walk in these things. We hoeven dit niet uit te wandelen in eigen kracht. And it is part of our walk as a house that we are going on. Het is een deel van ons wandel als gemeente. So I encourage you to meditate on what was spoken today. Dus ik bemoedig je om te mediteren op het woord wat gedeeld is vandaag. And let's see what God's going to do, right? En laten we uitkijken naar hetgene wat God gaat doen. I would like to ask you to prepare your tithes and offerings. Ik wil je vragen om je tiende en offers voor te bereiden. Are the kids also giving? Gaan de kinderen ook komen? As you know, there are different ways that you can give in this house. Zoals je al weet, zijn er verschillende manieren waarop je kunt geven hier in het huis. You can give cash. Je kunt cash geven, contant. You can fill out a pledge card. Je kan een machtigingskaart invullen. If you need one, just let Nina know, wave your hand. Als je eentje nodig hebt, kan je naar Nina zwaaien. You can pin. Je kunt pinnen with Swently bij Swently achter in het gebouw. And you can transfer the amount to our bank account. Of je kan het overmaken naar onze bankrekening. And I believe you can also give by PayPal if you're watching internationally. En als je internationaal kijkt, kan je ook via PayPal geven. If you look us up or Facebook, you can find the details. Als je goed kijkt, kan je de informatie online vinden. Als de kinderen ook klaar zijn. Kom je staan, Lorijzen? Goed zo, kijk. Zo, de kinderen kunnen bij Lorijzen geven. Go ahead and give. Ja, ga maar. En, kinderen kunnen bij Lorijzen geven. And the kids can give with Lorijzen. While you are giving. Terwijl u geeft. You know, it's our custom to ask if anyone had something to celebrate. Weet je dat het een gewoonte is om te vragen of iemand iets te vieren heeft? Did someone celebrate something? Heeft iemand iets te vieren? Sinefri? Ah! CJ was jarig. Gefeliciteerd! Oh, I missed that! Shame on me. Okay, so we're going to sing for you. Dus we gaan zingen voor CJ. Maar waar is de zanger? Darwin! Oh, hij is bij de kinderen. Bij de kids. Oh, Laverne kan wel zingen. Dus, je kunt het niet zien, maar Laverne kwam binnen en ze wilde bijna weer weglopen toen we haar riepen. A happy birthday to you, a happy birthday to you, every day of the year, may you feel Jesus near. A happy birthday to you, a happy birthday to you, the best that you ever had. A happy birthday to you, a happy birthday to you, every day of the year, may you feel Jesus near. A happy
beep. Amazing. We pray God's blessing for you. Great health. Gezondheid. Power. Kracht. In his name. In zijn naam. And that you will continue to be passionate for him. En dat je gepassioneerd zal blijven voor hem. A blessing over you and your wife. Zegen over jou en je vrouw. And everything that you guys undertake. En alles wat jullie samen doen. In Jesus' name. In Jezus' Amen. Naam. Amen. Oké. De announcements for the week. De aankondigingen voor deze week. This coming Tuesday. Komende dinsdag. We have Teaching Tuesday. Hebben we Teaching Tuesday? Vraagteken. Ja. Oké. Okay. Oké, okay. We will see. We will gather. We komen daar wel. As you know, it's on Tuesday. Zoals je weet is het op dinsdag. From 8 till 9:30 in the evening. Van 8 tot 9, half 10. And we go deeper in the Word of God. En we gaan dieper in het woord van God. If you maybe have questions also over what you heard last dus Sundays. Als je ook nog vragen hebt over wat je afgelopen zondag hebt gehoord. There's the place to ask them. Is dat de plek om die vragen te stellen? We gather on Zoom. We komen samen op Zoom. And the link is shared in our Facebook group and our app WhatsApp group. En de link wordt gedeeld in onze WhatsApp groep en in de HC Live familiegroep. If you are not part of those yet, als je nog niet deel bent van deze groepen, come to me and I will help you out. Kom naar de dienst naar Sohaina en zij zal jou verder helpen. And then for the month of December. De maand december hebben we Live Fest die aankomt. That will be the 12th of December. Dat is 12 december. And we also have our Christmas celebration. En we hebben ook onze kerstviering. That will happen the 19th of en December. En dat vindt plaats op 19 december. So look out for the details thereof. Ja, kijk uit naar de details. And come to us if you have ideas or want to help in some way. En kom naar ons toe als je wilt helpen of als je ideeën hebt. I think that was it. Did I forget anything? Aankondigingen? Nee. Okay. No, that was it. I want to pray for. No. Sorry. Oh. Special yes. Item. Aha. Uh-huh. We don't have to forget that. We have a special item for today. Thank you, Cece. You're welcome. Angela is going to do the special item of Angela today. Angela heeft een special item vandaag. Give zij her gaat voor a ons hand. Zingen. Give her a hand indeed. Geef haar een applaus. Bear with me. It's all for his glory, eh? Good morning.
kleine getuigenis. Dit vond ik heel erg eng. Heel erg eng. Het was verleden week uitgesteld. Maar Sisi, dank je wel dat we mogen uitstappen. Ik word natuurlijk weer emotioneel. En ik vond het heel erg eng. En ik ben blij dat ik het gedaan heb. Want als God je wil gebruiken voor iets, doet hij het gewoon. Ook al ben je bang. Jij bent de persoon die God wil. Hij wil je ergens brengen en je moet er gewoon doorheen. Met tranen. Met boosheid, irritatie. He got me. Amen. Awesome. Geweldig. Geweldig. Wat zij zegt is waar. It's true what she says. Je kan niet wachten totdat je het goed voelt of zeker genoeg voelt. You can't wait until you're sure enough or until it feels right. Hetgene wat je moet weten is God jou nooit laat vallen. What you need to know is that God will never let you fall. Or even if you fall, it will not let you there. Zelfs als je valt, laat hij jou daar niet achter. Hij is er altijd. He's always there. So give her a hand once again. Geef haar nogmaals een applaus. Yes, family. Ja, familie. I think that was it for today. Ik denk dat het was voor vandaag. I pray that you will have a good Sunday. Ik bid dat je een goede zondag zal hebben. And an even better week. En een nog betere week. Meditating on the word. Mediterend op het woord. Have a great Sunday. Ja, fijne zondag. Bye bye.